Ja. Hello world, we have a mission. Many things to do on this world for me and you. Hello world, we have a vision. De banden bestaan sinds dit jaar 90 jaar. De groep is opgericht in 1925. Nou ja, het is inmiddels 2015, dus reken zelf maar uit. Dat is 90 jaar. Wij zijn een kleine groep. Wij hebben omstreeks de 50 jeugdleden en ongeveer ook zoveel mensen die aan de rand van deze groep actief zijn, maar ook binnen leiding, bestuur, onderhoud van het gebouw enzovoort enzovoort. Dit gebouw is volgens mij sinds 1965 hier aanwezig. Dat durf ik niet met heel veel zekerheid te zeggen. Het is een aantal keer verbouwd. En sinds deze staat, zoals het er nu bij staat, is sinds 1993. Dit bos waar wij gebruik van maken, dat beslaat 2,5 hectare en is eigendom van meneer Graaf van Rechter in Limburg. Ja, naast het broodje bakken hier bij het kampvuur is er ook een soort voetbalspel op het water met kano's. Er is een opblaasbare stormbaan bij de boerderij en er is een stuk in het bos waar wordt geschoten met pijl en boog. En door assistentie van Scouting Goede Waterreggen is dat mogelijk gemaakt. En zo houden we elkaar bezig. We hebben immers dezelfde gedachten en dezelfde ideeën. En je kunt wel continu afstand van elkaar houden, maar dat schiet je op. De eerste komt voor mij de trap al af. Dus ik geloof dat ik... Oh nee, je staat nog even op de trap. Handjes schudden, je kent het wel. Ja. Oh ja, oh, met de hoge hakjes de trap ook af. Het is allemaal heel erg ingewikkeld. Kijk eens aan, dames, wat ik voor jullie heb. Flesje water. Sorry, ik heb de rest van de band... Die stonden helemaal ergens in de schaduw. Hallo, hoe is het nou na zo'n warm optreden, moet ik zeggen? Zweterig. Ja, dat geloof ik heel erg graag. Maar jullie, passen jullie je ook aan met dit weer of niet? Nee, nou het kan niet. Denk ik, hoe bedoel je, passen we ons aan? Ja, wat rustiger aan doen of zo, denk je nog? Even een tempootje minder? Feest is feest, hoor, dat kan niet. Je kan niet zomaar denken van ja, het regent of de zon schijnt, nou dan doen we niet ons best. Nee, onzin. Ja, energie moet erin blijven zitten en dan moet je toch alles geven. Ja, alle mensen die staan daarvoor, die stonden zo goed mee te doen. Dat kan je niet maken om te zeggen, ja, nou het is te warm. Kan echt niet. Ze waren zo'n leuk publiek. Ja, precies. En daar krijg je ook weer heel veel energie van, dus. Oké, en dan hebben jullie ook nog de speciale zomerpakjes aan, merk ik. Of, ja, goed gezien. Ja. Is het echt alleen voor in de zomer of doe je het ook in de winter? Nou ja, in de winter is het inderdaad wat koeler en dan hebben we wat meer glamour pakjes met glitters en dat soort dingen. Ja. Nu, weet je wel, dat is echt voor in de winter en kerst en dat soort dingen. En eigenlijk voor elk seizoen hebben we al een eigen pakje. Ja, zoiets. Kijk uit, Kate. Anders worden we zo. Oh ja, nou dames, ik vond het een enerverend optreden. Ik stond vanaf een afstandje toe te kijken. Afstandje? Wat is dat nou? Dat kan niet, hè? Waar was jouw energie? Ik stond daar. Dat was net die energie die we misten, volgens mij. Ja. Ach, ja, sorry, mijn excuses, maar af en toe moest ik ook even snel naar de studio lopen. Hartelijk bedankt, denk ik. Dus tweede keer hopnop? Ja, tweede keer hopnop. En het is nog leuker dan de vorige keer. Ja, en nog warmer dan de vorige keer. Oh, ja. Jongens, jullie zien het niet, want dit is radio, toch? FM? Ja, precies. Mijn wimpers zijn er gewoon afgesmolten vandaag. Yep. Ik zie wel wat roods, maar dat zijn je wimpers niet meer. Nee, dat is mijn neus. Nee, dat is haar haar. Dat is mijn haar. Nee. Het is enorm warm. Het is enorm warm, maar ontzettend leuk. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer, denk ik. Ja, daar hopen we voor. Dankjewel. Tot de volgende keer, zou ik maar zeggen. We zijn met de band Rondé. Die hebben net een daverende set neergezet van de drie kwartier. Ik heb even zitten kijken. Het is allemaal in het materiaal van het nieuwe album, toch? Zeker, ja. We gaan dit, ik denk, allemaal wel op het nieuwe album zetten. Ja. Vet album. Wanneer komt het precies uit? Precies kan ik niet zeggen, maar we gokken eind dit jaar, begin volgend jaar. Oké, heel leuk. En hoe is het verder in de band? Want jullie zijn een schoolproject. Gefeliciteerd trouwens nog, want jullie zijn geslaagd, hè? Ja, klopt. We zijn begonnen als schoolproject. Anderhalf jaar geleden ongeveer. En binnen no time stonden we ook buitenschool op festivals en in poppodia. En zo is dat een beetje groter geworden. Door eigenlijk alleen onze single Run. En eigenlijk is alles daarop gebaseerd. En daar zijn we heel erg trots op eigenlijk. Vonden jullie het cijfer niet een beetje laag?
Nee, eigenlijk niet. Ze zijn gewoon super kritisch. Dat zijn ze bij elk bandje wel. Dus ja, ik was het er wel mee eens. Het is super vet om een keertje van je leraren die al jaren ervaring hebben en zelf ook in het vak zitten, zoals die Spinfish en iemand natuurlijk van de Herman Brood, om een keertje commentaar te krijgen. Dus daar kan je best wel veel mee eigenlijk. Oké, en hoe zit het verder in de band? Hoe is het met seks, drank, druk en rock'n'roll? Nou, dat zal maar aan hem vragen. Zeker. Begin maar met de drank. Nou, ik drink niet. Oké, begin dus, dan met seks. Dan met seks. Nou, dat zit wel goed hoor. Omdat wij zijn we aan het praten waren. Ja, ik zit nog wel een beetje aan. Deze man, deze. It's a new way. We gotta tell them about the promised land in this one. Whoa, oh, oh, oh. Let me tell you a story. Altijd bij altijd de bandkorf geweest. Is die ja, altijd. Ja, altijd al. Ja. En, al heel en lang.
Die Livera dan? Dat? Die zat daar dan? Ja, wat heeft daar nou in gezien? Ik geloof een behangwinkel of zo, maar ik weet het niet zeker. Maar oh, hier, wacht even, daar komt Lammert aan. Nee, wacht eens even, Lammert komt wel in vooral. Oh, die kon zo meteen wel even vragen, ja. Ja. Ja, daar hallo. Zeg, mag ik wat vragen? Ja. Dit is meneer Lammert. Weet jij wie in de Livera gezeten? Jawel. Ja, ik weet wel wie in de Livera gezeten, maar dat is lang geleden. En wie zat erin? Dat is Hermelink, drogisterij. Ach ja, ja nou uit zeggen weet ik het ook weer. Ja, dat is altijd, hè. Daar zat de drogisterij. En daar zat de verfwinkel van Hermelink. Dus die hebben daar altijd gezeten, heel lang. Maar die... Zeg maar, je hebt hier een winkel, hè? Ja. Kun je even dat stuk metlopen tot aan hun winkel, minimaal? Jawel, dat kan. En dan vertelt, want je weet er meer van als wie. Oh, dat weet ik er meer van. Ik zal mijn best doen. Ja, mooi voor links van mij loopt. Ik heb mijn vrouw recht van mij lopen, dus loop ik te warm tussenin. Maar voor ons nog 6 kronen heb ik net gezien. Hier zat Gerrit Schelvos vroeger, hè? Schelvos, met de meubelzaak, hè? Ja. Gerrit Schelvos. Ja. Ja, ook van de oude Schelvos, toen Gerrit Dördo. Ja. Nou ja, goed, en zo is het gekomen. Gerrit is ermee gestopt. Ons Schelvos zat er ook al in. Ja, ja, dat is gewoon een familiebedrijf, hè? Ja, ja. Dus. En hier zat hij, hier vroeger Bakker Hollander, niet? Bakker Hollander. Frits Hollander. Ja, dat weet Frits, ik. Frits, dat weet ik. Ja, Frits Hollander. Ja, maar Jo. Ja, nou Jo en Jo, maar Frits Hollander woont nog op de Hofkamp achteraan, hè? En die had de zaak? Die had met de zaak. Met die oude lui, hè? Ja, 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 die hebben de zaak altijd gehad. En daar hebben de verschillende winkels in gezeten. Nog meer bakkers, anderen. Frits en Jo, dat waren kameruim met mijn broers. Oh, dat weet ik niet. Ja. Dat zou best kunnen. Ja. En aan die kant dan, personeelsadvies. Daar heeft Bakker Hagedoorn vroeger gezeten. Oh, Hagedoorn, ja. Ja, ja, ja. Een van de beste bakkers van Hamburg. Ja, dat is maar Hollander had ook lekker gebakken. Hè? Dat was een broodbakker. Mevrouw Hollander was een vriendin met mijn moeder. Oh, nou, dit was een bakker. En dat was een broodbakker. Ja, een warme bakker. Ja. Dat was een echt oude warme bakker. Ja. Dat is tijd geleden. En daar zat vroeger Daatje Jaarsma, Steeghuis. Oeh ja. Ja, ja, dat werd trouwdeel. Ja, dat werd trouwdeel. Daatje Jaarsma. Ja. Ja, maar die is Steeghuis. Ook al een tijdje weg, hè? Ja, die is ook leeft weg. Ze nog? Ja, ze is al wel een bepaalde leeftijd. Ze is al een behoorlijke leeftijd, ja, hoor. Dat dus. Ze al, Nee. Nou, goed. Maar mooie panden anders allemaal nog, hè? Heel mooi. Dit verdachtje is ook mooi. Ja, dit is ook een mooi pand, hè? En dit is ook met die kloostermotten, dat is later weer gebouwd, hè? Dit is van Wormgoor, hier zijn de drukker in, hè? Drukkerij Wormgoor, hè? Oh ja, Wormgoor, ja. Ja, de was niet zo oorspronkelijk. Na die is het verbouwd, hè? Die heeft dus een bakker ingezeten, Bakker Bode. Ook nog, ja. Die heeft ingezeten in Boomkantoren. En nu is het spul weer verkocht, pas sinds november dit jaar, vorig jaar. Oh, ja. Is weer verkocht aan een beleggingsmaatschappij of zo. Maar is een mooi pand is. Ja, is een mooi pand. Heel groot pand. Er zit prachtsteen aan. Ja, het ziet er heel mooi uit. Nou, en wij nou dus hier Lammers, dat was vroeger Café Vrezen. Dat was zo'n beetje het beroemdste café van Almelo. Zeg maar, dat is... Voor die tijd. Dat is mooi geworden, hè? Ja. Vrezen zijn die vroeger. Jan Vrezen. Jan Vrezen. Die verband bij Rijk. Ja, dat is wel in het eerste. En van Vrezen en de verschillende andere cafés. Je interviewd hebt. Nee. Abdekker. Abdekker? Ja. Ja, die woont... Dan is hij 83, geloof ik. Ja, 83, 84 ja. Is hij. En dan loopt nog aan het fietsen. En fietsen aan de wielrennen. Zeker weer, doen we een wrestling. En die maakte limonadeflesjes, limonadegazeuzen, met die glazen knikkers erboven mee. Weet ik nog, ja. En dan had hij onder die kelder, hebben wij nou ook, dan had hij de kelder, daar kon je rechtop in staan, een hele mooie grote kelder, waar al voorraad in stond. En in één keer in de week werden al die flesjes weggebracht naar de desbetreffende winkeliers of café waar het dan neer moest. Dan was dat hier achter? Dat was hier achter in het verlengde van die winkel. Dus er zit een heel ruim. Als je goed kijkt, is er nog een lichtje in brand erachter. Maar dat heb je er nu bij gekocht, hè? Dat hebben wij erbij gekocht. En dat is van oudsher dus, jouw zaak, hè? Dat is vanaf 1940 is dat van mijn ouders geweest tot 1967. Toen heb ik gekocht. En voor die tijd was het hotel, Logement de Prins. Ja. Logement de Prins. Ja. Tamboer. 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 Tamboer, ja. Tamboer, ja. Vroeger had je ook al mooie meisjes, hè? Jawel. Dat waren werksters. Oh. Dat waren werksters. Dat waren geen gasten, maar dat waren werksters. En een van die werksters, die moet getrouwd zijn geweest met de meneer Elfrink. Elfrink. Oh, die zat hier later in? Die is hier naar het einde gekomen. Ah, de tamboer, dat was een logement.
Hier was de paardenstal, waar Somberg nou zit. Daar werden de koetsen en de paarden gesteld. Somberg, ja, zeer bekend, ja. Dus, en dit was het logement. Nou, dat is dus, als je hem eraf mag halen, ongeveer 1890. 1890, dat is dus. Dus. Ja. Dat is nog geen breiwielmerk meer wat nog bestaat. Ik heb er nooit van gehoord. Nee. Maar het is dus wel zo, dit logement is dus verbouwd tot dit huidige pand. Ja. He? Kijk, maar de straat is nog hetzelfde. Ja, 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 ja. En toen in 1940 heeft mijn vader dit pand gekocht. Van Otto, nee, Elfring heeft het verkocht aan de dochter van Otto Simon. Oh. En de dochter van Otto Simon, dat heet de zaak en de speelgoedzaak Santico. Oh. En die Santico is weer verkocht in 1939 en 1940 aan mijn vader. Oh, die hangt het koopcontract. Ja. Ja. Dit is het koopcontract van de pand van Otto Simon. Dus dat was in, eigenlijk in feite was dat in de oorlog? Dan? Ja, dat was in de oorlog. In de oorlog. Ja, want ik weet nog heel goed te herinneren, toen mijn vader dat pand van Otto Simon kocht, is het verbouwd aan de voorkant. Ja. Maar daar moest ook een zolder op. En mijn moeder, die was van spoor, het Oranjestraat. Oh, ja. Van drogisterij spoor. Ja. Maar mijn oma was van Lesterhuis. En Lesterhuis, daar waren aannemers in de Doelenstraat. Ja. Oh ja, ja, ja. En die zouden dus toen destijds die zolder betimmen. Maar op de oorlog er was, is dat niet doorgegaan. Toen in de oorlog is die zolder feit nooit betimmen. Schelvorst, daar heb ik het straks helemaal over gehad. Schelvorst, meubelzaak. Ja. Bakketbakkerij Hollander, Frits Hollander. Drukkerij Wormgoor nog als een gewoon burgerlijk pand, maar was een kantoor van Drukkerij Wormgoor. Mm-hmm. Café Vrezen. Ja. Bets Vrezen. Lammers. Nee, niet Bets Vrezen. Nee. Hein Vrezen. Hein, oh ja. Of Jan Vrezen, Jan Vrezen. Hein Hilbring, Jan Vrezen. Lammers bendenspecialist. Dat was Somberg, dat was nog een particuliere woning. Ja, ja. He? Wat was dit voor een plaatje? Dit is verkoop van in beslag genomen goederen in 1946. Van wie? Oh. Van de Duitsers. Oh, de Duitsers hadden in het ziekenhuis een heleboel goederen achterover gedrukt. Schilderijen, bondjassen, kousen, en alles. En mijn vader heeft dus toestemming gehad om die handen te krijgen. Je zit na de tijd weer 10, 7, 1899, Grote Straat 138 Almelo. Ja. Zij zeggen grunniger. Ja, zeker. Een ras grunniger. Ja hoor. Die is gevonden op een zolder van een woning die verkocht werd. Er lag een fotoboek en er zat deze foto in. Ach. Ja. En van die man waar het huis van was, heb ik deze foto van gekregen. Ach, wat mooi. Ja. Lammers. Ja, van John S-huis. Wat is het, maar, ik kan zo wel in doen. Nee, ik heb wat anders te doen. Dit. Ja, dat was dus Schrik vroeger van Almelo. Schrik van Almelo. Dat was vroeger Jan van Almelo. Jan van Almelo. Hij ook dat liedje van. Met die boerenschuur. Dat was meer een boerenschuur. Ja, 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 en daar werden meubels in verkocht. Ja. En toen het Bondhuis heeft dat gekocht. Ja. En die heeft daar dus een winkel van gemaakt. Hè. Voorheen was het dus Jan van Almelo. Ja. Wat nou te huur staat, daar is Bondhuis begonnen. Ja. Als ja. kledingwinkel. Ja. Ja. En die heeft net dat pand erbij gekocht. En de family ook. Oh, ja. En de family. Hein Hilbring. Hilbring, de keeper van de Raakles. Ja, maar was er geen zo'n petten? Ja, een petten. Die verkocht hoe de petten als toestand. Ja. Waar is dat dan? Dames, kledingzaak van Jaasma. Jaatje. Jaatje, Jaasma. Oh, ja. Steerhuis. Hij heette Steerhuis, maar zij was veel bekender. Oh, die woonde op de Wierensestraat. Ja, die ken ik allebei wel. De stoplicht. Ja, die ken ik allebei wel. En dat van Daatje Jaasma. Zo kenden oude mensen Daatje Jaasma. Ja, hoor. En dit is de prinses. Dames confectiezaak. Ja, dat was de prinsenstraat. Ja, maar hij ze naaide ook. Want ik weet dat mijn moeder en ik daar vaak heen om stof te kopen en zo. En een stoffenwinkel met een stoffenwinkel met atelier erbij en ze verkochten kant-klaar jurken, verkochten ze ook. Ja, ja, hoor. Ja. Ja. En nu is het een zonnestudio. Ja. Somberg, ja, die ken ik al zo lang als ik leefhuis was, of nou hier komt wonen. Ja. Dat was, vroeger was dat gewoon een burgerlijk huis. Ja. En dan had hij aan de achterkant een kleine kleermakerij. Oh. Daar vermaakten die kleren en daar gemaakt kostuums en zo. Was dat kleermaker? Ja, was een hele goede kleermaker. Ja. Nou, en van lieverlede heeft die man toen ook een winkel erbij gemaakt. Dus een winkel, confectiezaak. Ja. Met nou,
Die heeft nog één doorgedaan met de confectie. Maar die jongen had meer belangstelling voor de treinen naartoe staan. Ja. En toen ging Jan Maart aan de Delmse Straatweg. Ja. Ja. Toen heeft hij de zaak een beetje overgenomen, doorgezet. Ja. Dus. Ja, ja. Maar deed iedereen in Almelo heel vreemd aan dat Somberg in één keer mee in de treintjes ging. Ja, tuurlijk. Zo'n bekend goede zaak met die kleding. Maar zijn vader was een op- en top vakman, hè? Ja. En zijn zoon die is dan heeft verstand van dit spoel. Ja, nou goed, hij van je hobby je werk kan maken. Ja, ja, dat is zo. Nee, dus dat kan altijd, hè? Ja. Niet op het een of het ander, maar we zijn nou jouw zaak voorbij, jouw winkel voorbij. Ja. Maar zou je nog een eentje verder mee willen lopen? Nou, ik loop een eentje verder. Ja? Wat is dit? Pand zoals het nou aanwezig is. Voorheen was het een meubelmakerij met meubels en bedden van Ter Horst. Oh, ja, overmaat met confectie ingegaan. En die is in de brand gevlogen op Oudjaarsdag. Oh, 31 december een keer. Eind een jaar geleden. Ja. En na Bonker, dus dat weet iedereen nog wel, denk ik, heeft hij Nicky Sport in gezeten. Nicky Sport, ja. Nicky Sport. Ja, ja. Maar Bonker weet ik ook nog heel goed. Bonker met wasmachines en loodgietenbedrijven in al toestanden. En hier hebben we Stokkelaar. Die zit hier aan Joren. Ja, die vaas zat hier ook aan. Bij jouw vader, dan bracht ze daar vlees. Oh, zo best kunnen. Ze slachten zelf. Ja. En dan bracht ze daar ook Stokkelaar, vlees in. Die slachten zelf. En dan kregen ze bonnetjes terug en dan kon je daar weer andere dingen verkopen. Ja, inderdaad. Ik ben vaak mee geweest. Ja. Ook bij Hilbring. En Hilbring, daar was daar. Hilbring was daar. Ja. Dat was Stokkelaar. Stokkelaar. En dat was Jolink. Jolink, ook zo'n confectiezaak. Maar die schoenwinkel, waar zat hij nou? Ja, dat was na dat de is na die tijd. Dat was Johanink. Johanink. Johanink, die zat, er waren twee pannen. Oh. Deze kant van die paal, dat was dus... Jolink. Ja, maar de pan stond ook verder deze kant op. Verbouwd, ja. Dat zijn de schoenwinkel van Johanink. Ja, dat klopt. Ja. We gaan wie altijd de schoenen van onze zoet. Hij is dat allemaal veranderd, hè? Oh ja, wat. Zit. Absoluut. Nou, gaan we daar lopen. Nou, waar de brillenwinkel zit, daar zat vroeger Ossevoort. Joop Ossevoort. Wim Ossevoort, Joop Ossevoort. Ja, die ken ik wel. Die, ja. Wim met de naaimachines, dat weet ik nog. Maar zat hij in dat pand? Hier. Daarnaast zat Schelvorst. Schelvorst. Die de familie van die Schelvorst. Met die stoffen. Marktkoopman. Ja, die marktkoopman. Maar daar ging twee. Maar dat is een mooi pandje, daar moet je eens even mooi in beeld nemen. Maar dat is prachtig. Het hoekhuis. Een hoekhoes, het is nu een café. Maar vroeger was dat die stoffenzaak. Dat was vroeger een stoffenzaak, ja. Heel mooie ankers, balkankers. Ja. Ja, dat is heel mooi. Dat is mooi, hè? Ja. Hoe heet dat daar boven? Ja, het is pas schoongemaakt, hè? Ja. Het is pas opgeschilderd. Schitterend. Ja, ja,